Hallo iedereen, welkom in deze video. Jullie zien hier vijf zinnen in het Engels. Waarom Engels? Omdat dat een taal is wat de meeste mensen toch spreken en begrijpen. De bedoeling is dat jullie de zinnen gaan vertalen naar het Nederlands. Op een juiste manier. Zo vertaal de zinnen naar het Nederlands. Let goed op het gebruik van de scheidbare werkwoorden. Onze eerste zin. Wil je wat meer tijd hebben? Pauzeer de video dan eventjes, want ik geef jullie meteen de juiste oplossing. De juiste manier om dit in het Nederlands te zeggen. Ik ga de Engelse zin niet lezen, want mijn uitspraak in het Engels is niet echt super. Maar je kan de zin zelf lezen. Zorg dat je de zin goed begrijpt en gaat hem in het Nederlands zetten. Nederlands-Vlaams. Zo, she is zij, uiteraard. Zij. Oké, even kijken. Oké, zij heeft, we gebruiken de imperfectum in het Nederlands, de betekenis van de woorden in het woordenboek opgezocht. Zij heeft de betekenis van de woorden in het woordenboek opgezocht. Hoe ging dat al, die eerste zin? Hadden jullie die juist? Was je aan het twijfelen? Hadden jullie die fout? Of had je totaal geen idee? Laat het me achteraf wel even weten in de comments, want ik ben heel benieuwd hoe jullie deze oefening doen. We gaan naar de volgende zin. Dat is 2. En ik ga jullie dan ook nu meteen het juiste antwoord, de juiste vertaling geven. Wij hebben over het nieuwe plan gepraat, gediscussieerd, ja, gediscussieerd. Dat zeggen we ook, gediscussieerd. We hebben over het nieuwe plan gediscussieerd. Ik heb hier dubbele S natuurlijk. We hebben over het nieuwe plan gediscussieerd tijdens de vergadering. Oeps. Oei. Allee, waar is mijn tekst naartoe? Hier, maar ik wil... Oei, dat gaat hier niet goed zijn. Ik wil dus... Ja, dan blijft hij er maar achter staan. Ja, zo, dat is ook goed. Zo, we hebben over een nieuwe plan gediscussieerd tijdens de vergadering. Maar je zou ook kunnen zeggen, we hebben over het nieuwe plan gesproken. Of wat je eigenlijk ook nog kunt zeggen, is... We hebben het nieuwe plan besproken. Oké. Jeps. Ik ga er hierachter zitten, want het gaat precies niet goed met mijn scherm hier. Wij hebben, en dan niet over, maar we hebben het nieuwe plan besproken tijdens de vergadering. Dat blijft dan hetzelfde. Dat is misschien nog beter. Ja. Gediscussieerd is, ja, de ene komt met een argument, de andere komt met een argument en je gaat daarover discussiëren. Ik denk dat discussiëren vooral in Vlaanderen wordt gebruikt. Ik weet niet of dat ze dat in Nederland eigenlijk gebruiken. Maar je kan even goed zeggen, we hebben het nieuwe plan besproken. Besproken. Dan gaan we eventjes naar de volgende. Oké, nummertje 3. Oké. Hoe gaan we die zeggen? Zij in het meervoud, hebben besloten het evenement te annuleren. Ik heb hier een foutje moeten. Dit moeten
Geen intussen. Ze hebben besloten het evenement te annuleren. Of ze hebben besloten het evenement te cancelen. Dat gebruiken we ook. Dus ook hier weer twee mogelijkheden. En hier zou je kunnen zeggen om. Maar dat moet niet. Om te plus infinitief. Dat is die structuur. Maar je mag om weglaten. En je mag het gebruiken. Maakt geen verschil in betekenis van de zin. Dan gaan we naar onze vierde zin. Oké. Hoe gaan we die in het Nederlands, in het Vlaams zetten? Hij vergeet vaak. We kunnen ook wel zeggen dikwijls, maar dikwijls is meer Vlaams. En niet zozeer Nederlands, van Nederland, maar wel Nederlands van België. Dus hij vergeet vaak, of hij vergeet dikwijls, de lichten uit te doen. En ook hier zou je om kunnen zeggen, om. Maar ook dat moet niet. Dus hij vergeet vaak, of hij vergeet dikwijls, om de lichten uit te doen. Dan hebben we nog één zin die ons rest en dat is zinnetje 5. Ja. Ik ga eerst eventjes de Engelse zin lezen, want ik vertaal nu gewoon terwijl ik het lees eigenlijk. Ik heb niks opgeschreven of zo. Komt gewoon spontaan, hè. Oké, je moet. Oké, we hebben hier ook een. Je moet. Beter keer natuurlijk. Je moet je voor. Vrijdag voor de workshop. Dat verandert niet. Aanmelden. Nu, hier zijn verschillende mogelijkheden. Hè? Je moet je voor vrijdag voor de workshop aanmelden. Ik kan ook zeggen, je moet je voor vrijdag voor de workshop inschrijven. Inschrijven, aanmelden. Je moet je aanmelden voor de workshop voor vrijdag. Dat kan ook. Je moet je aanmelden voor de workshop voor vrijdag. Maar als we grammaticaal gaan bekijken, dan moeten we aanmelden op het einde zetten, want dat is ons werkwoord dat in de infinitief staat, omdat we hier het werkwoordje moeten hebben. En dat is vervoegd. Moet. Je moet je voor vrijdag voor de workshop aanmelden. Vergeet niet deze tweede je in je zin, omdat het een wederkerend werkwoord is. Zich aanmelden is de infinitief. Ik zal die hieronder nog eventjes zetten. Zich aanmelden. Aanmelden. Dus ik meld me aan, jij meldt je aan. Maar aanmelden hebben we hier dus achteraan. Dat is grammaticaal de juiste vorm. In spreektaal ga je verschillende mogelijkheden horen. Wat ook goed is, zolang je daar geen examen moet in afleggen, kan je de andere vormen ook gebruiken. Goed, dat was deze oefening, 5 zinnen. Laat me weten hoe het ging. Hadden jullie veel fouten? Wat hadden jullie fout? En willen jullie meer van dit soort vertaaloefeningen? Laat het me weten. Bedankt voor het kijken en graag tot in de volgende. Salukes!